Wat er gebeurde in de vorige Outlast. Maar nu weet je dat wel. Dus kijk, dan gaan we dus heel gauw hierheen. Moeten we... Oh! Oh! Oh shit! Fucking damn! Zo, hier schok ik even helemaal dood, zeg. Oh, wacht, moet ik niet steeds als hij bij dat bord zit te kijken dat ik dan snel erheen moet? Oké, dus dan de volgende keer dat hij hier bij dat bord staat, dan ga ik gewoon. Hallo en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Kevin en vandaag gaan we weer verder met de nieuwe Outlast aflevering. Hoppa! De control, oh ja. Hier en dan kon je een vierkantje doen voor hide. Ja, oké. We zitten nou alleen wel weer terug hier zo in het isoleercelletje, want we weten natuurlijk al hoe het er buiten uitziet. Alleen dit heeft ze niet opgeslagen, dus... We zijn nou dus gewoon weer hier zo. Ja, oké. En jij doet mijn deurtje open. Dankjewel meneer. En... Oh, hij is ook gelijk weg. Ja, oké, jij kent hem al. Hier komt eentje uit het raam uit. Ja, kijk, hier, hoppa. Die wisten we ook al. Roertjes. Oh, shit. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want to stop. Oh, ze hebben ook gewoon geen broek aan. Ze zijn ook gewoon helemaal naakt. Waarom zijn jullie helemaal naakt? Ja, oké, sorry. Dat moet ik niet doen. Oh. Maar waar moet ik nou heen? Oké, ben jij nou die gek die... Wie is nog steeds die gek die met zijn hoofd tegen dat ding slaat? Space alone. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. Oké, dus dat ben jij. Jij bent die mogol. Maar ik vertrouw je ook niet om... Dit. Oh, deze kan open. Oké. Oh, dus to hide. Oh, ik hide ook gewoon bij zo'n gozer eronder. Oké. Nou, maar stel dat ik moet verstoppen. Oh, ze kunnen ook gewoon allemaal open. Oké. Hey. Oh, we kunnen hier zo. Oh, wat gebeurt hier, joh? Oké. En wat zit hier zo? Oh, deze is op slot. Hey. Hallo meneer. Ik zag je nog! Mogol, met je half verbrande harses. Homo. Oké, we moeten dus... Hier ook niet. Waar moeten we heen? Oh, we zitten nu ook in celblok B. Ik kan deze open. Nou. Oh, hier misschien. Ook niet. Oh, deze kan open, oké. Hier zit ook niks, what the fuck. Ik kan deze open. Nope. En deze open, nee. Oh, hallo. Dit is echt zo'n donker hoekie. En nee, dan toch dat wij hier iets moeten gaan doen. Oh, trouwens, kan ik hier niet gewoon overheen klimmen? Kijk eens. Silky. Oh. Nee, het is een helemaal donkertje, maar you're sick. Oké, deze mensen vertrouwen. Ik doe nou van mijn camera. Even vol. En deze doe ik maar dicht. Fuck you. Ga weg. Oh, hier is dus ook iemand dood. Oh, nou ben ik hier. Oh, dit begrijp ik nou. Ja, kan deze open? Nee, maar je zag toch altijd toen we hier net binnenkwamen. Als je dan... Oké, ik ga het zo vertellen hoor. Ja, oké. Maar je zag dus, die gozer zag je dus aan het begin. Die stond dus bij dat hek van ze gaan we vermoorden of zoiets. Dat is dus blijkbaar hij. Deze vermoed ik. En ik moet hier zo langs wel. Ja, dief op, ik moet er langs. Kom op, laat me er nou langs jongen. Godverdomme. Jij zit weer in de weg. Hé, hey, dat is hij met zijn half verbrande harses. Lekker voor je. Jullie beschikking. Ja, hij moet daarheen, of niet? Ik weet niet waar ik heen moet. Oh, of hij was, ik weet niet. Ik ken deze ook. Oh, volgens mij kan ik ook langs lopen, of niet? Ja. Ken dit? Juist. Oh, trouwens, maar nou ga ik wel naar waar... Nou ga ik dus wel naar waar er net dus die mensen stonden. Hè? Die zeiden van, ik ga je langzaam vermoorden en zo. Dus... Oh, oh. Oh, wat staat er nou? Golden Noise, iets met plat of zo. Moederbloedje. Follow blood trails to exit. Oké. Serieus? Saving. Oké, we hebben dus alweer een checkpoint, maar we gaan gewoon even verder, want deze was wel erg snel. Want daarom, we zijn er nog maar ongeveer 7 minuutjes bezig. Deze kan niet open. Oké. Hallo. Zit hij dat? What the fuck? Is er nou dat bloed dan aan het ruiken? Oh, oh, hij is lam. Hij zegt dat we naar beneden moeten. Oké. Press there behind you, you will slow your... Nee, dief op. Oké. Ja, nu snap ik hem alweer. Hey. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Mensen, ik snap hem. Ze zeiden doe deuren achter je dicht om je... Ja, om de patiënten te verlangzamen ofzo. Oh, interactive, ja, maar hier gaat het bloed... Oh, wacht, ik kan hier overheen. Maar ik moest de deur achter me sluiten. Oké, nu zit het dus achter me aan. En als ik dus dan de deuren dicht doe, dan zorgen dat ze me minder snel kunnen pakken. Dus om dan elke keer tijd te winnen, weet je wel. Oh shit, dus jij zit achter me aan. Oké. Ja, dit is nou eventjes kut, want ik weet dus de weg hier helemaal niet. Oh, de overheen snel. Ja, oké, ik ben fucked. Snel deurtje dicht, dief op. Deze ook dicht. Kan ik hier even stoppen? Ja, hide. Oh. Net op tijd zeg. Jezus, hij was net binnen. Nee, als je mij vindt. Ah, holy shit, ouwe. Dit is niet goed. Ja. Maar kijk, hij staat nou. Oké, hij loopt al weg. Beter. Oh, jezus. Oké, heb ik. Ja, deze heb ik. Fuck this place, seriously. Just fuck this place. Dying keeps moving lower on the list of the worst thing that could happen to me here. Ja. Oké. Maar. Hey, ik hoor een deurtje. Ik denk dat ik weer naar buiten kan. Waar is die venting? Oh, kijk hier niet naar boven. Nee. Ik vind het wel heel leuk en zo. Maar ik hoop niet dat het... Kijk, wacht, kijk misschien. Nee. Maar ik hoop dus niet dat het weer zo'n aflevering gaat worden. Waar ik de hele tijd hetzelfde probeer en het niet lukt. Ik ben net zoals met de vorige keer. Die hendeltjes over moest halen dat het niet lukte. Dat is gewoon kut. Oké, je wilt dat ik stil blijf. Nou, als jij niks doet, dan wil ik zeker stil blijven. Maar als je wel wat doet, ga ik rennen. Snap je? Follow the... Hey, wat is dit? Doe activate. Wow. Dat is nog eens episch. Oké, dan moet ik dus waarschijnlijk weer terug gaan lopen. Oh. Oh ja. Oh, fucking hell. Oké, nou moet ik een flesje, nou moet ik een flesje. Ga mij niet fucking flesje kill. Ik steek met messen kill. Ja, oké, heel fijn. Ik moet dus teruglopen, ik ben ook gewoon zo dood. Beter volgt die gek me niet. Hoppa. Lekker. Oké, we zijn misschien niet van een grote ook af. Nog steeds saving. Ja, we zijn weer bij een checkpointje. En dat betekent dus dat ik hier zo de video weer ga afsluiten. We hebben nou 2 checkpoints gehaald. En vond je het nou een leuke video? Doe dan dat duimpje omhoog. Want bij meer duimpjes komt er weer eerder een nieuwe Outlast video natuurlijk. Abonneer dan ook op mijn kanaal zodat je kan zien wanneer die volgende Outlast video er is. En dan zie ik jou hopelijk weer de volgende keer. Doei!